Maxime Meijland heeft het aan de stok met de vriendin van Tim Hofman. Ja, en die vriendin die heet Lisa Korpershoek. En zij schrijft een uh, column voor Flair. En in die column vertelt zij over een abortus die ze heeft ondergaan in 2012. Toen was ze 27, was ze nog niet de vriendin van Tim. Uh, en die, die, dat, uh, die column die heeft de titel... Sorry, ik ben nog niet klaar voor jou. Ooit wel, maar nu nog niet. En met die woorden uh, ja, dat raakte Maxime Meiland enorm. Ze haalde ook een, een zinnetje uit de column aan. Nu even niet, kan je later terugkomen. Truttigheid ten top, het is geen pop. En ik moet uh, zeggen... We, we weten natuurlijk het verleden van Maxime. Zij heeft op haar 21ste een dochtertje gekregen. Dat is toen niet heel uh, fijn gegaan, want haar partner wilde in eerste instantie niet uh, uh, dat kindje houden. Zij is zelf twee keer in een abortuskliniek geweest, maar heeft ervoor gekozen om het kindje toch te laten komen. Dus he, wat Claire is nu. En uh, uh, ja, ze zegt, uh, ik, vind het, ik vind het zo heftig. Ik moet zeggen, heel eerlijk, dat toen ik de kop zag, ook dacht van... wow, dit is echt wel, vind ik heel pittig. Maar als je de column leest, en daar is denk ik waar het ook soms een beetje misgaat... Uh, vind ik het enorm kwetsbaar. Er zijn er ook een aantal zinnen, eentje die, vind ik, uh, die er echt uitsprong. Ik heb mij leren te schamen... Uh, voor deze abortus. En als je dat als kop zou gebruiken. dan wordt dat artikel natuurlijk heel erg anders. Ja. Dus. Uh, nou, ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik mijn mening ook moest bijstellen. toen ik het hele artikel had gelezen. Uh, neemt niet weg dat het. Ongelooflijk pittig geest, dat iedereen daar zijn eigen keuze in heeft. Maar um, de dames. Uh, die maar hadden hadden inderdaad ik heb het ook al gevonden hoor. Ik heb mij leren te schamen. Waar moet je waar moet je dan ineens weer schamen voor de abortus? Uh? Nou ja, je omgeving. Zij, zij zegt in, de, in die column ook: van, ik, uh, Mijn beste vrienden, mijn familie, niemand stond achter me. Ik ben me heel eenzaam gevoeld, heel kwetsbaar. Uh, alleen je ziet hier dat de woorden eens bij zo'n kop. natuurlijk zorgen voor mega veel kliks. Uh, maar gaan mensen het ook helemaal lezen? We nou. weten allemaal dat iedereen superkort een spanningsboog heeft. en vaak helemaal niet zo'n artikel helemaal leest. Lezen. Maar als je dat wel helemaal leest, dan ga je er wel veel meer bij. ingaan. Hoe kwam het, het bij jou, jou over dat artikel? Hè? Nou ja, precies, uh, precies wat je zegt. Kijk, weet je, het is een kop, maar dan denk ik, word je getriggerd daardoor? Dan klik je hem even aan, dan lees je hem even door. Kijk, zo Hannegond vertelt dat uh, Flair, hè, die wil abortus uh, uh, uit het taboe weer halen. Het is natuurlijk een recht. Hè, en dat, dat wil niet hele... zelf ook. Ja, nee, Exact, inderdaad. Dat uh, dat, dat klopt. Um, en ze hebben een hashtag dat is stop het zwijgen. Kijk, weet je, Afgelopen week was nog in het nieuws dat er allemaal uh, abortusbuddies zelfs nodig zijn. Voor vrouwen die al die moeilijke beslissing hebben gemaakt. Als ze naar een kliniek gaan, dat er dan demonstranten staan hè, om dingen naar hun troepen of hun tegen te houden. Dus het is gewoon echt nog Christen, wel echt van die een christelijke heel... demonstrant. Precies. Het is wel echt een, een heel pittig onderwerp. Wel. En ik las dit en ik dacht ook van nou, die kop, ik ben opnieuw benieuwd naar hele. Uh, hij in de column. En jij vertelt over de achtergrond hè, van Maxime. Dus ik snap in die zin waar zij vandaan komt. Uh -huh. Maar dan denk ik, gun iemand anders ook, dat je naar iemand anders een achtergrond uh, luistert. En die staat heel duidelijk in die column. Dus ik denk, weet je, de toon die de muziek maakt. Ik denk, had even die column gelezen, dan had je misschien niet zo pittig gereageerd. Omdat dan, hè, in je Insta-story met zoveel volgers. Denk, met zo'n uh, ja, belangrijk, uh, pijnlijk onderwerp overal. Ja. Denk ik. Maar dat daarmee het wordt een een beetje... het ook een trekker om, om dat artikel natuurlijk te lezen. Daarom hebben we het er allemaal over. En dat is natuurlijk precies de bedoeling van Lise. He, die zegt zelf ook: van, ja, er staat, ontstaat heel veel commotie. Maar aan de ene kant ben ik er ook blij mee, want dat zorgt ervoor dat mensen het nu gaan lezen, omdat we het er allemaal over hebben. En, en heeft ze dat ook weer laten weten aan Maxime? Of is uh, het nou, niet rechtstreeks aan okay. Maxime. Maar wel, uh, dat gebeurt er natuurlijk wel met zo'n kollen. Maar daar zie je maar weer wat een titel doet, ja. uh, he, waar het ook verkeerd geïnterpreteerd kan worden.